Renezen start zaterdag weer de Brabantse dag. Dit jaar met als thema meesterwerken. Hoe komen wij tot een thema? Het thema wordt al een jaar van tevoren bedacht door een commissie. Daarin zitten mensen met een historische achtergrond, met een Neerlandicus, maar ook creatieve mensen. Dit jaar wordt de Brabantse dag in Hezen voor de 55e keer georganiseerd. Terug naar het begin. Ooit begon het in 1958 met 7 boerenkarren, met wat mensen erop en de plaatselijke fanfare. Gedurende de jaren 60 groeit het uit tot een optocht met kostuums, spel en creatieve wagens met een gekozen thema. Eind jaren 70 worden er meerdere dagen aan de optocht toegevoegd met toneel en ander vermaak. Anno 2012 is de Brabantse dag uitgegroeid tot een groot cultuurfestival van 9 dagen. Een optocht met 17 wagenbouwersgroepen en meer dan 2000 acteurs. Hezen trekt ieder jaar zo'n 40.000 bezoekers. Ja, en voor die 40.000 toeschouwers is er van alles te beleven. We houden je op de hoogte bij de Brabantse Dag Update. Laten we beginnen bij de wagenbouwers. Want die zijn al weken bezig met de voorbereidingen. We staan hier midden in Hezen. Heel erg een beetje verstopt achter de Kapelstraat. Wij staan hier bij wagenbouwersgroep Bloed, Zweet en Tranen. Bloed, Zweet en Tranen is de jongste groep van de Brabantse dag. Niet qua leden, maar wel in het aantal jaren dat ze meedoen. Namelijk sinds 2008. Inmiddels bestaat de groep al uit zo'n 75 leden. De hoogste notering was de 8e plaats in 2009. Hun bouwstijl is vaak wisselend en innovatief. Ik sta hier bij de draak van Joris en de Draak. Ja, bedoel ik niet jou, sorry. Maar bij de draak van Joris en de Draak. Hey, Bloed, Zweet en Tranen. En jullie zitten hier natuurlijk ontzettend mooi. En rustig. Ik denk een van de mooiere bouwplaatsen. Ja, maar niet alleen bouwplaats, maar jullie hebben gewoon een complete... Ja, 5 jaar geleden aan de voorkant van onze bouwplaats mee begonnen. En we hebben hier nou een compleet onderkomen gerealiseerd. In die 5 jaar. En goed, dan mag je dadelijk een kijkje innemen. En daar is het en lekker werken, maar ook gezellig in de avonden. Naast mij staat Angela. Jij bent de ontwerpster. Ja, klopt. En het verhaal is Joris en de Draak. Nou, vertel. Je ziet hier Joris staan. Die is in gevecht met de draak. Het verhaal is, wanneer Joris de draak doodt, zijn voorwaarde was dan dat het hele volk zich zou bekeren. Dus allemaal tot het christendom. Dus je krijgt het gevecht van kwaad en goed, de kerk. Maar ja, de draak is heel sterk, dus die verzet zich en die trekt alles mee. Maar uiteindelijk wint de kerk. Ja. Ik ben neergestreken naast Joris. Hoi. Hi. Jij speelt Joris, van Joris en de draak. Ja. En wat ben je nu dan aan het doen? De helm van mijn ridders aan het slijpen. De helm van jouw ridders? Hoeveel ridders heb je zo? Nou, niet mijn ridders, maar... Hoeveel ridders heb je zo te slijpen? Veel. Veel, hè? Heel veel, een stuk of 40, 50. Okay. En heb je je ingelezen in je rol? Of, waarom vroegen ze je? Waarom heb je zelf gezegd van, oh, dat wil ik wel doen? Of? Nou, ze vroegen het en ik wilde het gewoon doen. Ik heb geen idee waarom, maar ik heb ook niet echt ingelezen. Ik weet wat ik moet doen en dat is het. Leuk. Ja. Waar ik hier nou sta, de lugubere tafel, of wat is dit? Ja, er zijn attributen. Komt op de wagen. Dat is over, hè? Als de draak langs is geweest, dan dus blijft er dit van over. Jeet vertellen. Ja. Echt? Jak. Hey, jullie zitten hier avond aan avond? Of, Ja, nou voortaan wel, ja. Ja, elke dag. Okay. Jullie zijn begonnen in juni toen de tent gezet is. Ja. Beginnen jullie dan ook meteen hier? Met knippen. Met knippen. En nou is het in elkaar zetten. En nou is het alles naaien. En is allemaal op maat gemaakt? Gedeeltelijk. Wel echt op gewoon confectiemaat, ja. Maar de voorste 20 ridders die worden echt individueel op maat gemaakt. Ja. We hebben net eventjes de tekening bekeken. Die kop die hangt hier maar een beetje tragisch naar beneden. Wat gaan we daarmee doen? Nou, de bedoeling is dat de kop die komt aan de nek. De nek die gaat bewegen, die gaat naar beneden toe, want die gaat Joris pakken. Op hetzelfde moment komen de vleugels. Die vleugels die gaan op hetzelfde moment omhoog. Dus dat wordt wel een heel angstaanwekkend tafereel, denk ik. En hoe ver komen die vleugels? Nou, die gaan vrij hoog naar boven toe. Alleen ja, we moeten uitkijken voor de lantaarnpalen uiteraard. Dus daar zit een maximum aan. Maar het is wel een heel mooi gezicht als je hem aan ziet komen, denken wij.
Helemaal leuk hoor. Ja. Komende zaterdag start de 55e Brabantse dag. Wij blikken alvast vooruit. De feestband Hermes Houseband opent de Brabantse dag op zaterdagavond 18 augustus. Je kent deze band van onder andere de covers I Will Survive, Life is Life en Country Roads. Je ziet de Hermes Houseband en andere verrassende theateracts bij de opening van de Brabantse dag. Zaterdag om 8 uur bij het gemeentehuis en de toegang is gratis. Op zondag 19 augustus starten er 3 exposities, welke te zien zijn tot en met 25 augustus. Huub en Adelheid Kortekaas brengen beelden van gestileerde bloemen en engelen in de pastorietuin. Diverse Brabantse kunstenaars brengen het vazenproject Stil Leven onder leiding van Frank van der Linden. De expositie is te bezichtigen in het perron. En Suzanne Jongmans brengt een expositie in Galerie des Beaux-Arts met haar prachtige portretten en stillevens. De toegang bij alle 3 de exposities is gratis. Op zondag 19 augustus start een fototentoonstelling van beeldend kunstenaar en fotograaf Peer van der Kruis. Hij maakte foto's van spelers voor en na de optocht. De tentoonstelling is tot en met zondag 26 augustus te zien in het perron. De toegang is gratis. Een zeer exclusief gezamenlijk optreden van muziekvereniging Heerlijkheid uit Sterksel en Sint Nicasius uit Hezen. Op zondag 19 augustus. Vanaf 3 uur bij het gemeentehuis en is gratis toegankelijk. Pophistoricus Leo Blokhuis vertelt op zondag 19 augustus over de geschiedenis van de popmuziek vanaf de jaren 60. En hij laat meesterwerken horen. De toegang is €10 en het vindt plaats bij Galerie des Beaux-Arts. Voor een overzicht van alle activiteiten kijk je op de website brabantsedag.nl. We gaan even terug in de tijd. Want op 30 juni is er al een kunstwerk geopend voor de Brabantse dag en Jan was daarbij. We staan op de parkeerplaats van de A67, de Meelakkers. Zometeen vindt de onthulling plaats van de groeidiamant Brabant in Beweging. Een ontwerp van Frank Maas voor de aandacht te vragen voor de Brabantse dag in Hezen. Hartelijk welkom bij deze opening en onthulling van dit prachtige kunstwerk. Frank Maas, de ontwerper van dit nieuwe groeidiamant Brabant in Beweging. Misschien als we, nou, we hebben het op de achtergrond staan, misschien dat je even kort even iets kunt vertellen over wat het allemaal voorstelt. Het zijn bloemvormen die onderling verbonden zijn met allerlei raderen die de beweging door een bos of door een tuin aangeven, maar ook door een organisatie en in dit geval door de Brabantse dag. We hebben het in rood-wit geschilderd omdat dat de kleuren van Brabant zijn. En daarbovenop zitten een aantal figuren en poppen die de samenwerking uitbeelden, die ook theater en spel uitbeelden, wat met name in de Brabantse dag natuurlijk iets is wat erg op de voorgrond treedt. En die hebben we ook in het goud daar neergezet, omdat dat ook een beetje het goud is van een 55ste Brabantse dag. Gaan we laaien toch? Zo! Goed, Robin Wijnen is een van de vrijwilligers die meegebouwd heeft aan Brabant in Beweging. Was het een hele klus, Robin, of niet? Het was absoluut een hele klus, ja. Een aantal maanden geleden kregen we het verzoek of we dit kunstwerk wilden maken. Ja, we hebben eigenlijk de uitdaging met twee handen aangegrepen. En er is absoluut heel veel tijd in gezeten. We zijn veel avonden en veel zaterdagen zijn we, denk ik, met een man of 20 zeker bezig geweest om dit tot een goed einde te brengen. Even voor de duidelijkheid, jullie zijn allemaal vrijwilligers die ook te maken hebben met de bloemencorso in Valkswaard. Ja, klopt inderdaad. Ja. We zijn eigenlijk van buurtschap Haanstraat. En bouwen dus eigenlijk al jarenlang een bloemencorso-wagen. Dat hebben we in de tussentijd zijn we er ook niet mee bezig geweest. Dus we zijn een aantal avonden hebben ook gewoon aan onze wagen gespendeerd. En verder ook heel veel tijd besteed om samen als buurtschap dit kunstwerk te gaan realiseren. Ja, wees er trots op, want veel mensen kijken er hier regelmatig naar. Dus ik denk dat het inderdaad moeite waard is. Dankjewel in ieder geval. Okay. Het kunstwerk Brabant in Beweging is de komende 5 maanden nog te zien achteraan parkeerplaats Meelakkers aan de A67 richting Venlo. Daarna waarschijnlijk op een mooie plek in Hezen. Asjan? Ja? Hallo. Hey. Waar zijn wij hier? Op de bouwplaats. Van? Broers van Gerwen. Oké, Broers van Gerwen. En wat sta jij nou stiekem in jouw achterbak te doen?
Ik sta een bootje en een moertje te zoeken. Adjan, even een vraagje. Die broers van Gerwe, je komt helemaal niet uit Hezen. Nee, ik kom uit Eindhoven. Wat doe je dan toch in vredesnaam bij de Brabantse Dag, jong? Ja, het is zo gezellig hier. Wel, hè? We gaan even kijken, want het is hier wel echt heel erg gezellig. We gaan kijken. De broers van Gerwe zijn deelnemers sinds 1986 en hebben zo'n 100 leden. Ze werden voor het laatst algemeen winnaar in 1990 en 1997. Hun bouwstijl staat vooral bekend om de robuuste en hergebruikte materialen. Wat mij altijd opvalt bij de broers van Gerwe is dat jullie altijd echt met iets heel nieuws komen en iets heel anders hebben en een hele andere constructie bedenken dan de andere wagens. Dat willen we ook graag. Dat is ons ding wel. Met techniek werken en via de techniek het verhaal vertellen ook. Want dat is ook wat we wel doen. Het is niet techniek om de techniek, maar het is wel je gebruikt middelen om een verhaal te vertellen. En dat zijn beeldende middelen en technische middelen. En dat is muziek en dat is verhaal en dat is spel. Dus alles bij elkaar, daar vertel je verhaal mee. Dit jaar Elkeliek, jullie onderwerp. Wat me nou opvalt als we naar de wagen kijken, is dat er een parasol bovenop staat. Daarbovenop staan straks drie muzikanten die met elektrische instrumenten gaan spelen ook. Dus live muziek en met een bas saxofoon en met een elektrische viool en een elektrische gitaar. Dus die moeten straks ook wel droog staan en daar hebben we iets voor nodig. We moeten zeker weten dat ze droog staan, ik zou zeggen. Tineke, je hebt een behoorlijk gevaarlijk apparaat vast. Wat ben je aan het doen? Aan het lassen. En ik ben een kostuum van ijzer aan het maken en dat kun je beter lassen dan met naad om draad behandelen. Ja, van ijzer wel, ja. Nou, wat mij opvalt is dat jij hier staat en je mannetje staat. Op heel veel bouwplaatsen waar je komt, is het, de vrouwen zitten daar een heel ander werk te doen dan jij nu aan het doen bent. Ja, maar ik werk altijd met staal. Ik ben beeldend kunstenaar en ik werk, mijn gewone werk bestaat ook altijd uit staal of polyester of hout. Dat maakt niet uit. We hadden net ook al eventjes over het verhaal van Elkeliek. Dat je dat uit gaat beelden en vrij transparant wilt blijven. Ik geloof dat degene die daarvoor zit wel een beetje dolgedraaid is. Daar kunnen we voor kiezen om af en toe een beetje dol te draaien. Maar het kan ook gewoon traag hoor. Uiteindelijk die schaarbeweging die we maken en die zijdelingse bewegingen, die zijn niet zo snel. Ik deed het net even om te laten zien hoe snel dat gaat. Maar we laten eigenlijk zien dat hij bij leven denkt de regie over zijn eigen leven te hebben. Maar achteraf blijkt het allemaal tegen te vallen. Dus het leven speelt een spelletje met hem. Hoi, mag ik even vragen, wat ben je voor iets moois aan het maken? Een pruik. Dat had ik al begrepen. En waarvan ben je aan het maken dan? Van touw en een panty. Leuk hè? Ziet er mooi uit hoor. Echt helemaal. En is die voor jezelf of is het gewoon algemeen? Voor andere mensen gewoon. Okay. Want ik heb dat net al iemand uit Eindhoven. Jullie komen dan zelf uit Den Bosch. Ja. Toch iedere keer weer terug naar die Brabantse Dag. Ja, nou ja, ik ben geboren en getogen in Hezen. En we zijn er op een gegeven moment mee begonnen. En ik vind het heel erg leuk om die zomertijd, daar zijn we 6 weken gewoon heel veel hier aan het werk. En die laatste 2 weken in principe blijven we ook hier in Hezen. Okay. En de rest reizen we gewoon op en neer. Nou, we vermaken ons wel. Het is heel fijn om hier te werken. Lekker in een bos, lekker in de open lucht, lekker fysiek. Echt. Ja, ik ben zelf door het jaar heen heel veel met mijn hoofd en met mijn handen bezig. En achter de computer en achter de tekentafel. Dus het is heel lekker om hier gewoon eens met een stel mensen, een hele hoop mensen om me heen, ook echt fysiek dingen te kunnen doen. In plaats van dat ik alsmaar in mijn hoofd en met mijn handjes op die tekentafel bezig ben in mijn eentje. Tot zover deze eerste uitzending van de Brabantse Dag Update. Wil je de uitzending nog even terugzien? Dan kan dat op www.rtvhorizon.nl/Brabantse Dag. Tot morgen, om 7:00 's avonds zijn we weer terug met een nieuwe aflevering van de Brabantse Dag Update.